Vandaag moet koning Walnoot een moeilijke beslissing maken. De burgemeester is al een tijdje in de stad, maar houdt zich niet aan de regels. Dus kiest koning Walnoot ervoor om hem op te sluiten diep onder de grond. In de kerkers van Content Veen. Gaat dit hem lukken? Of zal de burgemeester hier niet mee akkoord gaan? Jongens, daar zitten we dan weer in de troonzaal op mijn prachtige troon. En hij ziet er nog steeds gewoon... Ja, ik ben er niet heel blij mee, want ik kan niet echt op dit niveau een mooie troon maken. Maar het blijft een leuke troon. Hij ziet er weer goed uit vandaag. Ik ga er gewoon op zitten, want ik heb een gesprek aangevraagd met Ridder Justin. Want ik heb een goed plan dat we even uit moeten gaan voeren. En dat kan ik niet alleen, daar hebben we hulp bij nodig. En ah, kijk, daar hebben we toetsenzaal. Dat betekent dat als... Kijk, daar is hij. En hij komt uit een andere deur daar vorige keer. Hallo, Ridder Justin. Buig inderdaad. Wees even een goede ridder dat je bent. Je doet het hartstikke goed. Treed toe. Treed toe. Goedemiddag. Is alles goed met jou, Ridder Justin? Ik voel me perfect. Je voelt ze perfect. Hoe is het met de situatie met het nieuwe kasteel? Rommelig. Rommelig. Hoe is het met Fred de Robot? Heel lastig. Heel lastig, hé. Dat is verschrikkelijk. Maar daar heb ik je vandaag niet naartoe voor gebracht. Dat is een goede zin. Oh, daar ga ik weer. Nee. Ik heb iets heel ander belangrijks. Jij moet jouw eerste echte taak als ridder uit gaan voeren. We hebben namelijk een crimineel in deze stad. Een persoon die tegen het koninkrijk is, tegen het koningschap. En hij denkt dat hij de baas is van Content Veen. Maar dat is natuurlijk niet zo. En dan Fred? Heb ik het over... Nee, we hebben het niet over Fred. Dan heb ik het over daar... In de verte bij de bank. De burgemeester. De burgemeester denkt dat hij de eigenaar is van deze stad. Hij denkt dat hij een hoger niveau heeft dan ik. Dus wat wij gaan doen, Justin. Loop even met me mee. Ik heb hier onder het kasteel, diep in de grotten van Content Veen, heb ik een kerker. Daar lopen we nu heel even heen. En dan gaan we de cel voorbereiden. Want we gaan de burgemeester aanhouden vandaag. En we gaan hem in de cel gooien. Op grond van wat? Op grond van het feit dat ik de koning ben. En dat hij tegen de wetten van het koninkrijk van Content Veen is. Goed idee. Goed idee, hè? Ja. Nou, hier naar links gelijk, of naar rechts mag je kiezen. Hier, kijk. Als we hier heel even naar beneden lopen. Ja, jij neemt de andere ingang. Inderdaad, hier richting de grotten van Content Veen. Heel spannend. Heel diep. Hier ben ik nog nooit geweest. Nee, ik heb hier wel vaker zelf vastgezeten. Toen er oorlog was met Frederik en zo. En weet ik wat allemaal. Kijk, er staan ook nog paarse dingen overal. Oeh, het moet hier ook nog een keertje opgeruimd worden. Kijk, het is helemaal een bende hier. Dat bedoel ik. Zie, dat kan helemaal niet. Het is nog een veel te grote bende hier helemaal. Het is donker en weet ik wat. Maar kijk, we gaan deze cel hier aan de rechterkant gaan we helemaal voorbereiden voor de burgemeester. Kijk, het ziet er nu natuurlijk gewoon... Ja, op zich wel. Dit is wel wat hij verdient. Dit zeg maar, ik denk dat hij niet meer dan dit verdient. Maar... Jij gaat hem hierin stoppen. Dat is jouw taak. Ik ga met je mee. Ik zal het woord doen. Ja. Maar het is aan jou de taak om met jouw prachtige zwaard en jouw prachtige schild... En je mooie helmpje op en zo... Ja. Om hem aan te gaan houden en hem hiermee naartoe te nemen. Oké. Okay. Mag ik dus ook geweld gebruiken? Alleen als hij niet luistert, oké? Maar we gaan het eerst proberen om het zo vriendelijk... Ik doe gewoon oordop op. Oordop op? Hoezo? Ja, dan hoor ik hem niet. Oh. Nou, oké, als jij heel even vast boven gaat voorbereiden. Als jij boven een beetje je zwaard gaat slijpen. En misschien je schild gaat testen en zo. Dan ga ik vast dit alles voorbereiden hier beneden. En dan zien we elkaar zo meteen boven, oké? Goed idee, doei. Oké, jongens, laten wij heel even kijken. Of wij het een beetje wat lichter kunnen maken. Ik vind het net donker. Of misschien even de paarse kaarsjes die nog van Frederik zijn. Of we die even om kunnen toveren naar normale witte kaarsjes. En dan misschien nog een beetje... Nou, je binnen hoeft denk ik niet heel veel te veranderen. Laten we dat even regelen. Oké, het is helemaal beneden aangepast. En in de tussentijd ben ik hierboven op Ridder Justin aan het wachten. Die zal als het goed... Ah, kijk, daar heb je hem al. Die zal als het goed is deze kant erop komen. Ik zie dat jij jouw wapens helemaal hebt geënchant. En dat je helemaal klaar bent voor... Ze zijn heel scherp. Ze zijn hartstikke scherp. Ben jij klaar ervoor om... De burgemeester van Content Veen. De vervelendste man uit de stad. Naast Frederik dan, maar die is natuurlijk al lang weg. Ben je klaar om hem aan te houden? Oh, ik wou hem uit de plekken ergens omleggen. Maar... Nee, we gaan hem niet omleggen. We gaan hem aanhouden. En dat is waarom ik de kerkers beneden gewoon netjes heb gemaakt. Op heb geruimd, weet je? Ja, komt voor elkaar. Laten we die kant op gaan. En dan ben ik heel benieuwd of hij meegaat. Ik denk niet dat hij mee gaat werken, maar daarom ben jij natuurlijk mee. Ja, dus ik ben benieuwd naar zijn reactie. Ik vind het wel een beetje spannend, jongens. Ik ben benieuwd namelijk, want tot nu toe de burgemeester die kan mij verbannen. Dus ik hoop dat Justin hem snel genoeg onder controle kan krijgen, dat hij dat niet kan doen. Dus Justin, je moet wel snel werken, oké? Okay? Dus we gaan binnen. Ja, ja, ja. We gaan naar binnen. Waarschijnlijk moeten we met de lift omhoog naar zijn nieuwe kantoor, die helemaal bovenin zit. En dan... Wat ben je zo snel? Je bent echt snel. En op het moment dat we boven zijn, dan neem je hem gelijk soort van... Met je zwaard op skill, oké? Okay? En dan hou je hem gewoon in een soort van houtgreep, oké? Okay? En dan doe ik het woord wel. Helemaal perfect. Oké, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. We moeten naar boven. We moeten hier naar boven. Hier naar links. Ja, en dan de trap omhoog. En dan... dus zou even kijken. Misschien dat Fred er... Nee, Fred mag natuurlijk niet meer voor de burgemeester werken. Dus die werkt hier waarschijnlijk nu niet meer op het moment. Fred is er niet. Is hij wel geweest. Oh ja, dat groen. Ja, dat is van de bank hier. Dat is logisch dat dat van Fred is natuurlijk.
Oké, zijn schilderij hangt er nog wel, maar hij is er niet. Dus hij luistert wel. Er is hier een blokje, dat maakt denk ik niet zoveel uit. De burgemeester is... Ik denk dat hij echt boven is, dat hij niet nu... Want hij zit ook niet in zijn oude kantoor. Nee, dit is het oude kantoor, dus die is hij sowieso niet. Ik denk echt dat hij in zijn nieuwe kantoor boven is. Oké, je kent het plan of moeten we het nog een keer doornemen? Komt voor elkaar. Het komt voor elkaar, daar gaan we. We klikken op de liftknop. Is er geen trap? Nee, we moeten daadwerkelijk met de lift. Ah, oké. Ah, hey, hij is er. Nou, let's go. Kom. Dan weet hij sowieso dat we komen. Ja, hij weet dat we komen, dat is dus het ding. We kunnen het niet echt tegenhouden. Maar ik klik hier op de knop en dan ben ik heel benieuwd. Ja, het enige is dat de lift... Hoeveel verdieping is het dan? Het is één verdieping, maar het duurt echt... Het is echt een bejaarde lift. Maar ja, de burgemeester is natuurlijk ook bejaard. Dus we moeten even geduldig afwachten. Dan zien we het wel. Oh mijn god, wat duurt het lang. Wat duurt het lang voordat... Ja, ik moet inmiddels ook gewoon voor mijn gevoel... Ik twijfel of we überhaupt door moeten gaan met het idee zolang als het duurt. Oh, we zijn er. Volgens mij zijn we er. Gaat de deur open? Huh? Hallo? Hallo? Lief. Hallo? Oh, ja, hij doet het. Hé, jemig, dat duurde lang. Oh. Oké, jij voor. Onaardig gekondigd bezoek. Burgemeester van Contentveen, bij deze ben jij aangehouden wegens strafbare zaken tegen het koningschap en het koninkrijk van Contentveen. Ja, en het voor het aanwezig zijn. En voor het aanwezig zijn en het verpesten van de orde en plannen in deze stad. Je gaat meewerken, je gaat meelopen, anders zal het op onze manier moeten gaan. En dan zal Ridder Justin zijn zwaard helaas misschien moeten doorboren door jouw borstkas. Je weet wel tegen wie over je staat, hè? Ik weet tegen wie, over wie, ik weet... Ik breek in je. Je gaat meelopen, je gaat meewerken. We gaan jou meenemen naar een plek in ons kasteel, in mijn kasteel. En daar zul jij verhoord worden, dan kan jij je vragen stellen en daar zal het proces beginnen. Mag ik één belletje plegen? Je mag geen belletje plegen, belletjes mag je daar plegen. Ik heb een telefoon voor je daar. Of verder, voor je, hoe je het wil. Je hebt trouwens wel mooi verbouwd hier, wacht even. Justin, hou hem even onder zwaard. Ik wil zeggen onder schot, maar dat kan niet. Ja. Ik ga even kijken wat jij allemaal gedaan hebt in de tussentijd hier, want ik zie wel dat jij mooi je... Ah, hier hangt je nieuwe schilderij. Wat is dit hier in het midden? Kunst. Kunst, oh, nou oké. Okay. Hoe is het met Florian de zoon? Ja, de rebels. Ja, heb je hoe is de school? Zijn cijfers goed? Het gaat je helemaal niks aan. Oh ja, sorry. Even kijken of ik niks verdachts vind hier, jongens. Want hij heeft natuurlijk zijn hele bovenste verdieping verbouwd. Ik moet wel zeggen dat hij het leuk heeft ingericht zo. Met ook een stoeltje uitkijkend op mijn kasteel. Maar ja, hè, hier lekker in de vakantiestoel, dat gaat niet meer lukken. Want we gaan ja, je gaat hier niet zitten te slaan, hè, potverdikke. Zit hij hier te slaan? Nou, hij sloeg me gewoon. Oh, jij fouilleert hem even. Kijk even, alle spulletjes die hij bij zich heeft, die neem hem even af. Want hij heeft ook een manier waardoor hij mij kan verbannen van de server. En ik wil niet dat dat elk moment kan gebeuren. Dus neem alles van hem af. Nee, wat zit er in je rechterbus? Sorry. Wat zit er in de rechterzak? Dat zeg ik niet. Ja, geef. Je mag er gerust uitpakken hoor, Justin. Aan mij geven, pot voor dikke. Wat is dat? Hey, goed, kunnen we gaan of... Nee. Justin, je moet er al bij letten. Ik moest iets oppakken. Laten we de lift weer naar beneden nemen. Kom maar, stap in. En dan brengen we je naar de kerker. Ja, prima. Hier doen we een knopje klikken. Zo, hoppakee. Lift de deur is dicht. Waarom is jullie lift zo traag trouwens? Hoezo? Ja, het is snelste systeem. Het is één verdieping en het duurt 2 uur voordat we beneden zijn, of boven. Ja, helaas. Kijk, kan je het zwaard al ruiken? Dit is echt lang. Hij is lekker aan het genieten van de muziek. Heb je al op het knopje gedrukt, of... Oh mijn god, ja, nu wel. Ja. Nou gaan we naar beneden. Oh, ik haat het echt, jongens. Ik haat het. Ha. Ik heb in mijn boek geplast. Ja, volgens mij zitten we hier echt ook al lang in. Ja, we zitten hier echt... Daar zijn we. Oh mijn god, dat duurde lang. Hey, nee. Justin, de ridder... Hey, je blijft wel bij Justin staan. Justin, ik ben toch wat sneller dan dit. Ik heb hem ingehaald. Oké, hou hem vast. Hey, stop eens even. Oké, dan volg je ons, dan nemen we je even mee en dan ga je naar een plek waar je het zonlicht nooit meer zal zien. Zullen we nog wel eens zien? Ja, dat jij niet. Ja, maar ooit komt dit het zonlicht wel zien. Ja, ooit. Als je wordt begraven. Wel weer te zien. Als je wordt begraven. Nee, we houden hem wel een leven, Justin. We zijn niet zo een slechte koning. Jawel, ik wel. Nee, jij luistert nog steeds naar de koning. Oh ja, sorry. Nou, meneer de burgemeester, ik zou nog één keer even de zuurstof insnuiven. En hoe weet je al waar je heen moet? Wat ben je aan het doen? Hallo? Hallo? Rustig, jongens! Ja, Justin, wacht nou even. Oh, stop. Justin, wacht nou even. Ik was zeggen, wil je niet nog even één keer het zonlicht zien en even zuurstof opsnuiven? We hebben geen tijd voor, Max. Niet nodig. Niet geen tijd. God, nou, weet je, prima, loop mee. Het is hier naar rechts. Hier naar beneden en dan hier. Ik zal de deur voor jullie open doen. Kom maar.
Hoppakee. Je mag de rechtercel hier inderdaad pakken. Dan zal ik hem voor je open doen. Zo. Dan mag je naar binnen. Hoppakee. Zo, hoppakee. Deur dicht. Kom maar even naar de tralies hier. Zo, meneer de burgemeester. Dat is even een andere situatie, hè? Ja, mag ik nou even mijn belletje plegen? Nee. Je mag één belletje plegen. Ik weet niet hoe jij aan de telefoon wil komen, maar ja, natuurlijk. Dat is, we moeten wel eerlijk proces geven. Ja, aan de telefoon, dus geef maar. Justin, ga jij een telefoon bovenhalen? Ik weet niet wel hoe we aan de telefoon moeten komen in deze tijd, maar... Hè? Komt voor elkaar. Oké, Ridder Justin is de telefoon aan het regelen. Ja, meneer de burgemeester. Je bent altijd mij tegen aan het werken. Je bent altijd slecht aan het zijn. En weet ik voor wat allemaal met je mannetjes. En je mij maar bannen van de server. Maar het stopt nu. Oké. Ik weet niet of je nou maar aan het luisteren bent. Want je bent aan het rondlopen. En weet ik wat allemaal aan het doen. Maar het is gewoon klaar, jongens. Hij moet gewoon even een keer een les krijgen. Die burgemeester weet hij. Mag de burgemeester. Waarom treed je de kaars nou uit? Waarom doe je de kaarsjes nou uit? Waarom doe je dat nou? Wat ben je aan het doen? Hij is de kaarsjes aan het uitblazen. Hier. Oh mijn god. Waarom? Oh, hij wil naar bed gaan waarschijnlijk. Is er stroomstoring? Wat dan? Nee, hij heeft de kaarsjes uitgeblazen. Ik heb geen telefoon, maar wel een glaasje water. Ja, ook fijn, maar ik wil nog een belletje plegen. Weet je, ik zorg wel dat hij een belletje kan plegen. Doe jij een belletje plegen? Ik ga even een aansteker halen. Kunnen we die kaarsjes weer voor je aandoen? En dan ga je ze niet meer uitblazen, anders moeten we lampen gaan installeren. En daar heb ik geen zin in. En we binden je vast. En desnoods binden we je vast, inderdaad. Ja. Oké, ga jij je belletje plegen? Ik regel wel wat en dan kom ik zo meteen terug beneden. Oké, ik heb een flint en steel. Die ga ik aan de ridder geven, zodat die elke keer de kaarsjes weer aan kan steken als de burgemeester uit blijft blazen. En ik heb een noodblok, want dat kunnen we als intercom gebruiken naar de bovenwereld. Ik denk dat dit is wat de burgemeester bedoelt, want dit hebben we ook eerder gebruikt met Fred en zo. Dan kan je noodbloks met noodbloks kunnen met elkaar communiceren en zo. Oké, ridder, ik heb hier voor jou een flint en steel. En ik heb hier voor jou een noodblok. De flint en steel is voor jou. Die kan je gebruiken om de kaarsjes weer aan te steken. Elke keer als hij ze uit wil blazen. Mm-hmm. En de noodblok kan je aan hem geven. En daarmee kan hij communiceren met wie die ook wilt. Weet je? Hij wil dan namelijk een belletje plegen. Dat kan. En dan met iedereen mag. Met iedereen, ja. Maar niet tegen hem zeggen. Maar ik heb daarachter heb ik een geheime doorgang gemaakt. Waardoor ik een soort van in zijn cel kan bespioneren. Dus wacht heel even tot ik daar zit. Als, geef me een minuutje of twee. Als ik daar zit, loop naar binnen. Geef hem een noodblok. En dan kan ik even bespioneren met wie die wil bellen, oké? Is goed. Is goed. Oké, wacht, komt-ie. Burgemeester. Oh, kijk hem ook zielig zitten in zijn donkere hok. Ik word er helemaal naar van hem ook. Ik vind de burgemeester echt geen leuke man. Maar hij verdient het wel, jongens. Hij verdient het wel. Maar wat ik net al zei. Hij kijkt niet mijn kant op, volgens mij. Nee. Als wij dan dit hier hakken, deze zo. En dan snel terugplaatsen. Hebben we hier een deur waar we dan doorheen kunnen. Dan is het wel donker hier binnen. Maar dat maakt niet uit. Lopen we even hier onderdoor. Want in de tussentijd dat ik zeg maar. Dat de ridder zijn wapens is gaan slijpen en zo. Heb ik hier ook deze donkere kamer gemaakt. Waardoor, als het goed is hier. Ja, kijk. Kunnen we spioneren. Goeiedag. Ik heb hier je telefoon. Dan mag je even mee bellen. Niet te lang. Niet met geen verdachte berichtjes. Mm-hmm. Anders dan smek ik je. Oké, bedankt. Jongens, ik ben benieuwd met wie die gaat bellen. Hij heeft zijn telefoon. Er is weer een lichtje aangezet voor me, dus dat is heel fijn. Hopelijk doet de burger... Nee, niet uitblazen. Niet uitblazen. Alsjeblieft. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik moet heel voorzichtig zijn, jongens. Oké. We moeten heel voorzichtig zijn. Ja, hoor je mij? Ja. Ja. Is je aan het bellen? Oh. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Wie is je aan het bellen? Ik ben opgepakt. Hij is opgepakt. Ik zou graag willen dat je deze kant op komt. Ik heb meerdere eisen namelijk. En, hij kan eisen wat hij wil, maar ja, hè. De keuze is er niet. Ja. Ja, nee, ja, het is hier grijze vrouw. Met wie is hij aan het bellen? En, ze hebben eigenlijk helemaal niks, maar, Oh mijn god, dat scheelde niet veel. Oh, ik moet oppassen dat hij niet ziet, jongens. Best wel een groot gat waar hij gewoon doorheen kan kijken. En het ziet er gewoon uit als een grot, bewust. Dus ik moet oppassen dat hij het niet ziet. Ja. Dat is goed. Oké. Ja, zie ik je zo. Wie komt eraan? Oh mijn god. Oké, jongens, ik heb genoeg gehoord. Ik heb genoeg gehoord. Laten we hier weggaan. Even kijken, waar staat hij? Oké, hij is weg. Zo. Ik ben klaar. Oh. Je bent klaar. Hallo, kom maar tellen. Drop de noodblok maar hier tussendoor. We hebben hier natuurlijk een opening waar je gewoon alles kan doen. We gaan de deur niet voor je open doen. Geef maar weer op, oké? Pak jij maar op, Justin. Als hij hem weer nodig heeft, dan heeft hij... Weet je wat? Bellen, dat wordt hem niet meer. Waarom doe je die kaars nou weer uit? Waarom blaas je die elke keer... Oh, mijn god. Weet je, die noodblok die krijg ik niet meer terug. Die gooien we in de lava, zoals dit. Ik weet... Goed zo, je weet tenminste wat je te doen staat erin, Justin. Elke keer als hij de kaarsjes uitblaast, dan steek jij ze weer aan. Wat voor een dikke. Oh, pas op. Ik zat achter je. Kom maar. Terug. Hallo? Is er iemand?
Ja, wat is er? Ja, ik zou graag even willen dat iemand van jullie even mijn bezoek gaat ophalen boven. Je hebt een bezoek, hè? Zeker. Mag niet. Weet je, wat voor kwaad kan het? Ik ga wel naar boven, ik ben benieuwd wie er staat. Ik hoef hem niet eens beneden te laten als ik dat niet wil natuurlijk. Maar ik ga wel even kijken wie jou uit wil redden. Ja, schiet maar op, want staat op de weg te waarschijnlijk. Ja, ik ga lekker rustig aan doen. Ja. Stik er maar in. Ik weet niet waarom ik zo gemeen ben tegen de burgemeester. Maar hij is ook altijd gemeen tegen mij, jongens. En ik ben het gewoon zat. Laat maar even weten in de reacties als jullie aan mijn kant staan. Of aan de kant van de burgemeester. Maar ik hoop dat jullie aan mijn kant staan. Wie zal er zijn? Hij zal waarschijnlijk wel naar mijn... Wat voor bordje staat hier? Gadverdamme. Hij zal waarschijnlijk in mijn troonzaal zijn, neem ik aan. Want dat is waar ik meestal mensen ontvang. En ik ben heel benieuwd wie dan de burgemeester wil gaan... Nee. Martin, wat doe jij nou hier? Zeg me niet dat jij hier bent voor de burgemeester. Een hele goede middag, meneer. Oh, mijn god. Wat zit je hier voor mijn troon te wachten? Ja, ik denk... Dit is mijn imper waar u naartoe komt en daar hier. Ik heb er niks van verstaan. Nee. Maar wat doe je hier? Gezellig. Nou, alleen, ik heb op hogere uitzondering... Ja. ...mijn advocatenpakje aantrokken. Door de week? Ja, door de week, ja. Je door weet dat ik door de week eigenlijk geen advocaat ben. Ik wou net zeggen, door de week ben je boer. Ja, en ik was net met Jan bezig om mijn wortelen te oren. Ja? Maar... Ik dacht dat je allergisch was voor wortelen. Dat klopt. Ik had handschoenen aan en een groot pak. Oh, oké. Okay. Nee, maar goed. Om even recht voor de raap te komen. Niet recht voor de wortel, nu recht voor de raap. Recht voor de biet. Recht voor de biet, inderdaad. Kijk, ik heb je de vorige keer verteld dat ik je tegenkwam. Dat ik echt zelf vond dat ik jou weer tegenkwam, wie je wil. Je vond het altijd leuk om mij te zien. Yeah. Ja. Nu wat minder. Hoezo? Nou, ik ben uit mijn veld gekomen, uit mijn overal mijn klompen geklapt. Hey, nee, ik heb je hier niet naartoe gebracht, hè? Nee, maar dit is wel jouw oorzaak. Ik heb namelijk een nieuwe cliënt. En die betaalt mij heel erg goed. Heel erg goed, kan ik je vertellen. Meer dan jij en die andere... Ik betaal je helemaal niet. Nee, nou, dat bedoel ik. Maar van mij mag je... Ik heb jou hier laten leven, Martin. Door mij woon je hier. Ik ben de reden dat jij een huis hebt in het boerengebied daar. Ja, yeah, wat nog steeds leeg staat. Ja, dat is aan jou. Jij mag hem inrichten. Ja, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Geen biet en geen tijd voor. Daar heb jij helemaal geen biet en geen tijd voor. Hey, nee. De burgemeester zit beneden in de kerker. Ik weet niet of ik je daar naartoe wil laten dat gaan. Dat is inderdaad mijn nieuwe cliënt. Dat is mijn nieuwe cliënt. Dus ik ga even kijken. Jij gaat helemaal niet even kijken. Er staat een ridder die in eerste... Je loopt de verkeerde kant op. Hallo? Martin? Oh mijn god, is hij nou echt die kant op gegaan? Martin? Oh, ik hoor hem beneden. Hé! Oh mijn god, ik moet echt een manier hebben om met Justin te kunnen praten. Justin, als je me hoort, hou hem tegen! Hij mag niet zomaar met de burgemeester praten. Hou hem tegen, Justin! Ja, wat ben jij voor waardeloze ridder? Kom eens hier. Ja, wat ben jij voor ridder? Goedendag, heem! Au! Dat die piramide hierheen komen! Ja. Hierheen nee, komen! Niks ervan! Ik heb. Nee, je mag het slaan! Je mag het slaan! Nee! Au! Jullie kennen. Ja, die kun je creen, ja! Hierheen kom! Je gaat nee, even niks ervan! Nee! Ja, au! Wat ervan! Nee, hier ben ik tenminste file! Ja, ga er maar in! Hier ben ik tenminste veilig! Ja, nou prima! Justin, mag ik je boven even spreken? Ja! Kom even hallo, mee! Hallo, cliënt! Hallo! Oh mijn god! Oké, ridder Justin. Ja. Als ik zeg, hou ze tegen, dan is de bedoeling dat je ze tegenhoudt. Ja, maar ik hoor dat niet. Ja, dikke betonnen muren. Er komt iemand hier echt chaotisch aanrennen. Wat is jouw eerste instinct om dat te doen als ridder zijnde? Hallo zeggen, want ik ben nee, een vriendelijke... Ik heb jou getraind voor dit. Jij hebt biertje het paard heb jij gekregen met de gedachte dat jij een ridder zal zijn die mensen tegen zou. Een ridder die voor het koninkrijk zal vechten. Sorry. Dus wat ik ga doen, wat we gaan doen, is we gaan Martin de Boer... Die laten we heel even zitten daar beneden. Mm-hmm. Laten we heel even tot zijn manieren en komen. En laten we die hele kelder vol met water lopen. En dan? Verdrinkt hij. Nee, waarom moet Martin nou verdrinken? Ja, nee, sorry. Weet je, ik weet niet hoe ik met Martin op deze manier om moet gaan. Ik ken iemand die Martin door en door kent. Daar ga ik nu even heen. Ga ik even met hem bespreken hoe en wat. En dan kom ik zo meteen terug. Bewaak jij de boel maar. Ja. Nou, helemaal top. Jongens, ik weet niet wat ik met Martin aan moet. Dus laten we heel even naar het boerengebied gaan. Even naar boer Jan gaan. Kijken of boer Jan... enige tips voor me heeft door deze situatie. Want ik wil gewoon niet dat de burgemeester zomaar met boer Martin kan praten. En dat er allemaal onzin gebeurt. We moeten gewoon heel even de orde in het koninkrijk herstellen. En ik denk dat het op deze manier moet. We zijn er bijna, jongens. We zijn inmiddels aangekomen in het boerengebied. Dat is boer Jans huis natuurlijk. Daar woont boer Martin. Maar boer Martin zit nu heel even vast in de kerk. Omdat hij de regels heeft overschreden. We zijn even wat strenger aan het doen dan normaal. Het spijt me als je dat niet leuk vindt. Maar dat zeg ik. We moeten gewoon even die orde moeten herstellen. Jan, ben je thuis? Hallo? Hoe Jan? Wacht, ze zeiden dat ze in het wortelveld bezig waren. Zou die nog steeds bezig? Ah, natuurlijk is hij nog steeds bezig. Goedemiddag, boer Jan. Hey, goeiedag, Jim.
Hey, hoe ben je druk? Ja, wat denk je zelf? Potverdikke. Moet ik even helpen of... Nee, niet afblieven, ja. Dan wacht ik even tot je klaar bent en dan moet ik je heel even spreken, oké? Okay? Oh, dat kan nu wel, ja. Oh, dat kan nu wel. Kan ik even zitten? Want het gaat even over een situatie die je misschien minder leuk vindt. Ja, bietensoep. Nou, lekker, bietensoep. Ja. Jan. Ja. Boer Martin, of advocaat Martin, is zomaar... Ja, die moest weg, ja. Ja, naar binnen gebonsjoerd bij mijn kerkers en hij heeft een paar regels overschreden, waardoor hij nu heel even vastzit, samen met de burgemeester, in een van de cellen in de kerken. Wie is dat 100 pond van me? Hallo? Huh? Wat is dit, Jan? Mario, wat doe jij hier? Jan, wat deed je met Ariel boven? Jan, wacht even. Ariel? Wat was dit? Sinds wanneer ben jij aan het daten met Ariel? Oh, Jan, ik ben hier nog nooit boven geweest volgens mij. Waar ben je? Huh? Jan? Waar ben je? Jan? Zit je hierachter? Hey, sinds wanneer ben jij aan het daten met Ariel? Wat? Ik ben in plantjes aanwaardig hier, ja. Ik ben hier nog nooit boven. Ik mocht hier normaal nooit boven komen. Wat doe je hier? Wat voor plantjes zijn dat achter? Hé, hallo, wacht eens even. Ik wacht beneden wel. Ik ben helemaal van mijn apropos het feit dat Ariel hier ineens rondliep. Ik skip heel even het Ariel gedeelte waarom die met jou aan het daten is. Wat hij boven deed. Was geen vlieg. Wat moet ik doen met Martin? Hoe kan ik bij hem doordringen dat het niet de bedoeling is wat hij net deed? Ja, weet ik dan niet wat hij doet. Ja, jij bent met Martin. Jij bent de beste vriend van Martin. Ja, maar wat heeft hij daarna? Ja, dat zeg ik. Hij is zomaar naar beneden gebonsjoerd, de kerkers in. Regels overschreden. Ja, maar zo is Martin. Kun je niet anders, Kirin? Kan je niet anders, maar kan ik op een manier tot hem doordringen dat hij even tot rust komt en dat hij even... Want dan mag hij best met de burgemeester... Een bietensoepje. Een bietensoepje, dat doet het er meestal. Ja, yeah, 100% ja. Een bietensoepje doet het er meestal, weet je? Yeah. Ik denk, ik ga het proberen. Ik ga de bietensoep meenemen, dan gaan we terug naar boer Martin, of advocaat Martin in dit geval. Ja. Yeah. En dan ga ik even met hem praten, overleggen hoe en wat. Dan geef ik hem een bietensoepje en misschien komt hij dan even tot rust. 100%. 100%. Nou, dankjewel. En veel plezier met Ariel. Wie? Ja, je weet het al. Tot ziens. Oh! Waar komt die pijl vandaan? Oh, pas op! Jan! We worden beschoten door iets. Wat is dit? Weet ik niet. Wat voor dingen, joh? Wie is dit? Er is iemand aan het schieten. Waar gaan die pijlen heen? Waar komen ze vandaan? Wie is dit? Huh? Oh, dat is Fred. Oh nee, Fred op de schietbaan. Oh, het is Fred. Oh nee. Fred. Oh, Fred, nee, ik ben geen target. Au! Fred! Fred! Oh mijn god. Oh, Fred? Fred, even rustig aan. Hallo! Hey, Fred, nee, stop met schieten, alsjeblieft. Stop, auw! Fred, ik smeek je. Levende bewegingen, dat is makkelijker. Het is ook niet te geloven, hè, jongens. Die Fred heeft me letterlijk gewoon even doodgeschoten. Gewoon letterlijk met zijn pijlen. Ik moet mijn armor ook aandoen. Ik ga het nu ook gewoon bewust hier. Ik had hem uitgetrokken omdat ik dacht dat het een fancy vond en zo. Fred, ophouden met die pijlenboog. Nou, niet schieten. Ik heb de automatische piloot gevonden. Fred, trek. Stop. Kijk hoe snel. Ik trek hem uit je handen. Ja. Nou. Oh mijn god. Fred, stop er nou. Ik wil pakken. Ja, pak, ruim het maar wel op. Wat ben je aan het doen, man? Trainen. Ja, trainen. Ik zie het, maar je hebt me letterlijk niet neergeschoten. Ja, bewegende objecten zijn moeilijker te pakken en dat gaat me beter af. Ja, dat moet ik zeggen. Je hebt wel goed dat je me raakt op zijn minst, maar... Dank je. Het was niet de bedoeling dat je me zeg maar neer zou schieten, maar... Ik heb geen tijd. Ik moet doorrijden naar paardrijden. Je moet... Oh, je bent aan het trainen of zo. Ja. Nou, je bent op zijn minst... Wat ga je doen? Ik moet gaan inrichten. Inrichten. Oh, het kasteel natuurlijk. Die Fred is natuurlijk vorige aflevering tot ridder benoemd, jongens. Jullie hebben het gezien. Ik weet nou niet of ik spijt heb van mijn acties, maar... Het is niet belangrijk voor nu. Er zijn zoveel dingen gaan in deze aflevering. Oh, daar ging Fred even weer. Zoveel dingen gaan in deze aflevering. Laten we maar gewoon teruggaan naar het kasteel. Het bietensoepje. Ik heb het bietensoepje niet. Oh, die heb ik laten liggen. Nou, laten we dan maar naar beneden gaan met de twee bietensoepjes. Ik neem er eentje voor mezelf en ik neem er eentje voor boer Martin mee. En dan gaan we even, neem ik hem weer rustig mee naar boven. Gaan we even praten boven hoe en wat. En ik wil niet dat hier beneden gepraat wordt waar de dinges het kan horen. De burgemeester. Kijk, Justin is goed bezig, reden Justin. Tot uw dienst. Tot uw dienst. Hoppakee. Kijk, het is nog steeds pikken donker daar in de cel van de burgemeester. Ik zie hem daar ook zitten. Maar weet je, laat het maar lekker even donker zijn. Martin! Hey, ik heb hier wat voor je. Kan ik er in je muur gaan alsjeblieft? Want Jan is al gerust van zijn... Kijk, roes ruiken. Zo. Ja? Bietensoepje. Heb je er van Jan gegeven? Ja, jo, doe maar Lekker. Ja. Maar Jan is hartstikke ongerust. Ik moet de wortelen nog doen. En, ja, dat is ook goed. Maar ik moet ook met mijn cliënt praten, ja. Ja, ik snap het. Maar neem eerst nou even het bietensoepje. Oké. Ik hoop dat het werkt. Zo.
En u? Mag ik nu even praten? Oh, lekker soepie. Heb je die van Jan Krenje? Ja, ik heb er nog eentje. Oh, lekker. Hij wordt er echt rustig van, jongens. Hey, Martin, zullen we anders even rustig naar boven gaan en even een overleg hebben over wat we met de burgemeester gaan doen? Martin, hallo? Klop. Zit wat in dat hoofd nog? Hallo? Yeah. Zullen we, kom, dan doe ik de deur voor je open. Dan lopen we even rustig naar boven. Dan gaan we even over die cliënt. Oh mijn god, dat is die traag ineens. Martin, ik wist niet dat het boer Jan had gelijk, jongens. Een bietensoepje voor boer Martin, dat werkt. Kom, heb je die van Jan gekregen? Ik heb die van Jan gekregen, ja. Helemaal voor jou. Oeh, lekker zeg. Hier, dan gaan we hier rustig naar boven eventjes. Dag, ridder. Let maar niet op hem, Justin. Nee, is goed. Oké, hier is de knop. Ik doe de deur voor je open. Lopen maar rustig doorheen zo. Gaan we even rustig naar boven. Oké, Martin, gaan we even rustig in mijn woonkamer hier gaan we zitten. Neem plaats voor je stoel met of zonder rugleuning. Wow. Ja, mooi hier, hè? Ik zie dat hij wordt er echt helemaal gek van. Je gaat maar lekker zitten, dan ga ik wel hier zitten. Ik heb nog een bietensoepje voor je. Dat kan je nemen wanneer je wilt. Doe er wel rustig aan mee, zou ik zeggen. Maar, of je eet hem gelijk op, want dan val je volgens mij in slaap. Martin, de burgemeester. Hij zit opgesloten wegens delicten en weet ik wat allemaal. Je mag prima even met hem praten binnenkort, oké? Martin, hallo, wakker blijven. Martin, wakker blijven. Je mag prima even binnenkort met hem praten. Maar dan wel met een paar regels, oké? Ja, met een paar regels. Ja, maar dat is ook helemaal normaal, hè, als je een paar regels hebt. Dat is normaal in het leven, heb je ook een paar regels. Zelfs met bietenoogsten heb je een paar regels. Zelfs met bietenoogsten, inderdaad. Dat is, je hebt met alles heb je een paar regels, daarom. Martin, wakker blijven. Blijf bij me. Ik ga heel even een paar dingen voor je opschrijven. Een paar artikelen, een paar dingen, weet ik voor wat. Kan je mee daarmee? Ga jij, weet je, ik heb anders ideeën. Kom even met me mee. Kom even zelf met me mee. Ja. Yeah. Martin, hallo. Kom, loop even mee. Ik heb al een goed idee. We gaan even hier naar boven. We zijn er bijna. Nog even wakker blijven. We zijn bijna op de goede locatie aangekomen. Het is jemig, wat ben jij wazig. Hij is rondjes aan het lopen en weet ik wat allemaal. Hier naar boven, Martin. Ik heb hier wat heel leuks voor je. Ja. Kijk, het is helemaal afgedekt en al. Perfect. Heb ik hier een mega groot, lekker zacht bed voor je. Waar jij kan... Martin, hallo. Martin, hier, kijk. Grino. Ik heb hier een lekker zacht bed. Dan kan je heel even liggen. Kan je nadenken over wat je misschien met de dinges gaat doen en zo. Oeh, met lekker. Hoe je de burgemeester gaat helpen. Ga jij lekker hier zitten. Ga liggen, weet ik voor wat. Neem een plekje en val vooral lekker gewoon in slaap. Denk vooral aan je lekker bietensoepje. Ja, die was lekker, ja. Die van Jan gekregen? Die heb ik van Jan gekregen. Helemaal voor jou. Oeh, ja, lekker. Die is altijd zo lekker. Als jij rustig hier wacht, ga ik heel even... Ah, hij is in slaap gevallen. Ik hoef het niet eens uit te leggen. Oké, jongens. Laten wij snel naar de burgemeester... Oh, hij stukt wel heel hard. Laten wij snel naar de burgemeester gaan. En dan gaan we zeggen dat boer Jan niet, of boer Martin, de zaak heeft laten vallen. En dat hij niet langer wil helpen. Dat gaan we doen. Dat is de perfecte oplossing voor de situatie, jongens. Ridder Justin, ik wil graag dat je de burgemeester even wakker maakt. En dat je hem naar het hekje daar brengt. Oké. Kom, volg elkaar. Of als hij al wakker is. Kom je doen. Hij is al wakker. Wil je heel eventjes naar voren lopen, alsjeblieft? Nu? Welk gezag heb je en kan je het even weer aansteken, de kaarsjes ook en zo? Is je watertje lekker? Au! Alsjeblieft. Hey joh, zit je hier? Ik gooi weg, dan kan ik ook niet meer een nieuwe drink krijgen. Hey, burgemeester, ik heb even met boer Martin gepraat, heel even overlegd en zo. Hij wil niet langer jou helpen met deze zaak. Hij komt te vervallen. Wat? En wij gaan nu zelf met z'n tweeën, de ridder Justin en ik, gaan bepalen wat we met jou gaan doen. En het lot hangt nu in onze handen. Maar je weet dat dat niet het recht is van een gevangene. Nou, dat is het voordeel van een koning zijn. Een koning bepaalt het zelf. En de koning staat boven de burgemeester. Heb ik in het wetboek geschreven dat het niet zo gaat. Het wetboek voor jou is niet meer geldig. Zeker wel, een wetboek staat boven alles. Een wetboek van de koning staat boven het wetboek van de burgemeester. Weet je, ga jij zo ga ik er even nadenken. Dan ga je lekker nadenken. Oh mijn god. Justin, laat de kaartjes maar uit. Trouwens. Wat is ik heb, er? Daar zit een gat in de muur, die wil ik graag opgevuld hebben. Daar komen muizen doorheen. Je hebt helemaal even niks te zeggen hierin. Ik ga er vandoor. Justin, je regelt het maar met hem. Je stikt er maar even in, burgemeester. Je krijgt van ons te horen. Potverdikke. Hij is vervelend, hè? Hou hem goed in de gaten. Komt voor. Staat alweer achter zijn deurtje. Nou, dan gaan wij weer naar boven. Oké, jongens. Dat is wel een hele drukke dag voor vandaag. Ik zie ook dat het weer lekker avond aan het worden is. Ik vind het mooi geweest. We hebben de burgemeester aangehouden. Het is een beetje... stroefjes verlopen, maar dat kan gebeuren. Ik ben in ieder geval hartstikke blij dat het goed is gegaan. Laat even weten in de reacties wat we met de burgemeester moeten gaan doen. En hopen even dat... Misschien kunnen we Martin genoeg bietensoep voeren... dat hij de hele zaak gaat vergeten of zo. Ik weet niet, laat me weten in de reacties. Jullie hebben altijd goede ideeën. En dan nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige 102.0. Heb je deze nou nog niet gezien, moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over...
alles wat er gaan is in deze stad. En dan nu spreken we laat glaasje water, tot drie flesje bier, tot de volgende keer. Yo!